Damien Krier, wat is zo leuk aan voetballen? Ja, alles wel. Het samenkomen met de jongeren. En ja, het is niet alleen voetbal, het is ook met elkaar praten over dingen. En dan tegelijkertijd voetbal, dat verbindt elkaar in de wijk. Dat vinden wij heel leuk en we houden allemaal van voetbal. Nou staan we hier op een plek in de Goeseepolder. Daar is al een voetbalveld, maar jullie willen hier graag een kruifkoord. Ja, leg eens uit wat een kruifkoord is. Een kruifkoord is een, ja, een soort voetbalkooi, maar dan met kunstgras. Dus om, ja, in alle weersomstandigheden kan je daar voetballen. En ja, het is echt een heel mooi initiatief. Want zoals je kan zien is het veld ook niet, ligt ook niet echt zo heel goed bij. En dat is dan met kunstgras, dat ligt er altijd goed bij. Ja, want het gras zou nauw opstaan, dus een beetje somper, maar vooral heel erg oneffen. Ja, dat klopt. En met een kruifkoord heb je dat niet? Nee, dat is gewoon egaal en kunstgras. Dus dat is tijdens regen, sneeuw, ja, sneeuw zou ik dan niet voetballen, maar tijdens regen kan je bijvoorbeeld ook voetballen. Ja. Hey, nou, is die kruifkoorts die zijn begonnen door Johan Cruijff. Dat is vorige week overleden. Ja. Wat is jouw herinnering aan Johan Cruijff? Ja, wat mij herinnert is, was bij de afscheidswedstrijd van Bergkamp. Dat hij toen nog een keer meedeed, dat hij op veld kwam met Van Basten. Dat is eigenlijk wel mijn herinnering, want ik ben nog niet zo oud, dus ik heb hem niet kunnen zien spelen, jammer genoeg. Wat kost een kruifkoord? Tussen de 100 en 120.000 euro. En hoeveel geld hebben jullie al? De Cruijff Foundation zelf, die betaalt 35.000. En we hebben van de RWS nog 5.000 euro gehad. En we zijn zelf acties gaan doen, een quiz. Daar hebben we ook nog wel wat mee opgehaald. Ramelab actie hebben we nog wat mee opgehaald. En nu willen we nog meer acties doen en sponsoren benaderen. En hopen we dat we meer geld bij elkaar kunnen krijgen. Maar je hebt nog heel veel nodig dus. Ja, dat wel. Ja. En hebben jullie een bepaalde datum dat het klaar moet zijn? Of heb je zoiets van ik heb mijn hele leven en we gaan rustig door? Ja, we hopen natuurlijk wel zo snel mogelijk. Maar ja, wanneer het zo snel mogelijk, ja, dat mogelijk is, zeg maar. En met hoeveel zijn jullie? We zijn nu met zessen volgens mij. Hoe is het om voor zoiets de boeren op te gaan en geld in te zamelen? Want jullie moeten naar bedrijven toe, jullie zijn bij de gemeenteraad geweest om een plan uit te leggen. Hoe is dat om dat te doen? Ja, het is op zich wel heel leuk, want ja, je leert er heel veel van. En ik wil er later ook wel iets mee doen, dus dat is sowieso wel handig voor mezelf. Alleen het is soms wel lastig, want we zitten ook allemaal met werk en met studie. Dus we hebben niet echt altijd de tijd om echt druk mee bezig te zijn. Dus dat is soms wel lastig. Maar voor de rest wel heel leuk om mee bezig te zijn. Hey, en doen jullie het allemaal zelf of heb je nog begeleiding daarin? Ja, we hebben één iemand van het SMO benaderd. Matthijs. En die, ja, die ondersteunt ons daarin. Om bepaalde dingen die weet hij wel en wij dan niet. Wat is de volgende actie van jullie? Dat is een voetbaltoernooi op 2 mei. Succes. Dankjewel.